wedstrijd echt om naar uit te kijken. Feyenoord tegen AZ. Het duel van de grote dwarsverbanden in de Eredivisie. Het duel ook waarvan Arne Slot wist dat het een keer op de agenda zou gaan staan. Dat hij AZ ging ontmoeten als trainer van Feyenoord. Dat had voeten in de aarde vorig jaar. Maar uiteindelijk is iedereen verder gegaan en heeft hij het met zijn elftal goed voor elkaar in de competitie. 22 punten uit 10 wedstrijden. En op koers om te overwinteren in de Conference League. Kijk naar de opstelling van Feyenoord met Pedersen die terugkeert rechts achterin. Dat gaat ten koste van Geertruida. En op het middenveld andermaal een plaats ingeruimd voor Uisnes. Geflankeerd door Til en Kukçu in die linie. En dat betekent dat Toornstra hangend vanaf de rechterkant gaat beginnen. Maar we hebben in eerdere wedstrijd ook al gezien, als Jahan Baks er niet bij is, dat Toornstra toch vooral het middenveld ondersteunt. AZ met Vindal in de goal. En die opstelling van de Alkmaarders kent eigenlijk geen verrassingen. Klaasie, 162 wedstrijden voor Feyenoord. Doet het goed dit seizoen op het middenveld van AZ. Mitje de Wit is de clubtopscorer met 6 goals. En voorin Gudmundsson, Pavlidis en Karlsson. Het ging de afgelopen week natuurlijk over het sneuvelen, hoogstwaarschijnlijk, van het plan om een nieuw stadion te gaan bouwen in Rotterdam. En daar is de ene helft heel blij mee en de andere helft uiterst gewoon teleurgesteld over. Maar dat gaat naar de achtergrond. Deze is voor Bijlo, probleemloos. En meegeven aan Kukçu. Kukçu is ongeveer de meest vooruitgeschoven pion en omsingeld nu door spelers van AZ. Toch komt hij eruit. Dat is veel terreinwinst en daar in de as hebben ze dan een overtal Feyenoord. Hier met Sinisterra. De redding van Vindal. Goed werk van Kukçu aan de rechterkant. Martin Zindi. Vindal zal er uiteindelijk gedwongen worden tot een speler van de lange bal. Daar zit Uisnes tussen. Komt hem in de voeten van Klaassen. Oh, en dan zo in de voeten van Linssen. En die is toch echt van Feyenoord. Kans voor Feyenoord, voor Brian Linssen. Wat een snelle reactie van Vindal. Onwaarschijnlijke blunder van Jordi Klaasie. Maar Feyenoord weet er niet van te profiteren. Via Brian Linssen. Dit is ook goed gevoetbald, want daar gaat Sinisterra. Geen buitenspel. Kukçu doorgelopen. Sinisterra zelf. Sinisterra omweg. Nog een omweg. En dan uithalen. Paal! En Kukçu. En Kukçu nog een keer. En het gevaar even geweken voor AZ. Die fout van Klaasie, waarmee hij Linssen oog in oog zet met Vindal. Sterk keeperswerk. En hij reageert heel snel de doelman van AZ. Gudmundsson weggedraaid bij Kukçu. Krijgt nu te maken met Pedersen. En Kukçu is er ook weer. En Toornstra is nummer 3. En die houdt ook niet in Toornstra. Feyenoord jaagt vol door op AZ in het eerste kwartier. Alkmaarders krijgen geen lucht. Sugawara. Nu is er wel wat ruimte. Dat is slim gedaan door Gudmundsson. En de Wit met de eerste mogelijkheid. En Bijlo heeft het. Heerlijk eerste kwartier in de Kuip. Eigenlijk precies wat je ervan verwacht. Feyenoord AZ vermaakt vanaf de eerste seconde. Slim, heel slim gedaan door Gudmundsson. Feyenoord kiest even een moment van rust op de eigen helft. Hij heeft de bal aan AZ gelaten. AZ is voorzichtig. Voorzichtig geworden ook. Sugawara, zwakke bal. Dit door Mitje op avontuur. Linssen doorjagen op Vindal, die nooit helemaal de baas was over de bal. En dat is volgens Hatzidiakos ook niet. Til af op Vindal, Til breed. Daar was Linssen niet en Toornstra wel. Feyenoord zit er bovenop bij AZ, dat resulteert in een aantal grote fouten bij Klaasie met name. Maar het is nog niet afgestraft door de thuisploeg. Kukçu.
Dani de Wit. Gelijk weer vol erop. Dit keer Toornstra, Brian Linssen. Linssen uit de tweede lijn. Vindal. Die heeft de druk. De Wit door de benen gespeeld. Malasia naar Uisnes. Uisnes, is die bal over de achterlijn? Ja. En dus gaat dit hele feest niet door. Dat heeft lang niet iedereen in de gaten nog. Maar de vlag was al omhoog. Koopmanson laat het lopen. Zou kunnen, zou ook kunnen dat die bolling van de bal, dat is niet te zien, uit onze hoek, uit deze hoek, dat die nog net de lijn raakt. Martin Zindy weet dat het lastig gemaakt wordt door Brian Linssen. Hier is Til. Til, Linssen en Sinisterra. Spektakel met deze omhaal. En dan weer het traditionele beukje van Linssen. Wat leidt tot een beetje ruzie daar. Maar het gaat natuurlijk om het voetbal. En dat is een knap staaltje wat Sinisterra hier in huis heeft. Schitterende techniek. Wijndal. Maakt nu even ruzie met het Rotterdamse publiek. Slingert wat terug het vak in. Hij legt het gelijk stil, Lindhout. Want er ligt daar volgens mij ook een blikje bier. En dit is wat de KNVB aangekondigd heeft. Men is het helemaal zat. Het gegooien van voorwerpen vanuit het publiek het veld op. En er staat gelijk stilgelegd. Dit is nog schitterend, deze omhaal van Sinisterra. Ja, dat beukje kun je verwachten met Linssen. En dan wordt er van alles nog wat gegooid. Als hier een klein opstootje, dit mag het naam niet eens dragen. Bekertje 1. En daar het volgende. En dan is Wijndal het zat. Dan slingert hij dat blikje terug het vak in. Dat is niet verstandig, dat is niet slim. Maar ja, het slaat werkelijk helemaal nergens op. Dit kan echt aankomen. Ja, een minuutje of 3 heeft die wedstrijd wel stilgelegen. In een wedstrijd waar er sowieso natuurlijk al de nodige spanning op zat. Op deze Feyenoord AZ. Mitchell. Sugawara. De laatste 30 seconden van de eerste helft. Mitchell. Senesi moet oppassen daar. Sugawara. Voelt te gemakkelijk ging De Wit daar liggen. Wijndal. Fel. Geel. Te veel dus. Opzichtige valpartij van Dani de Wit wordt weggewuifd door de scheidsrechter. Zo, kaarten de situatie nog even na. Linssen, vlag blijft omlaag. Linssen, die jaagt hem keihard binnen. Maar dan gaat alsnog de vlag omhoog. Dat besef is er nog niet bij Brian Linssen. Maar het betekent ook dat er twijfel is. Conclusie snel getrokken in Zeist. Doelpunt gaat niet door. Ja, ze zijn wel 20 minuten onderweg in de tweede helft. Dan is er behouden, dat afgekeurde doelpunt van Linssen. Er is zoveel gebeurd. Karlsson krijgt hem in de kluts mee. Karlsson met de voorzet. En daar maait Pavlidis over de bal. Valt hij voor de voeten van Reinders. En Bijlo met een redding. En Pavlidis ook niet. En daarnaast het gevaar geweken voor Feyenoord. Weerworp in de richting van Pavlidis. Daar meldt Bijlo zich met één vuist. De bal blijft wat hangen. En dan kan Karlsson schieten. En Bijlo met een reflex. Die er mag zijn, want die bal werd nog van richting veranderd onderweg. Dessers die er in de competitie over het algemeen mee wacht op minuut 92 om een goal te maken. In minuut 82 in ieder geval valt hij in en lost hij de ongestreden Brian Linssen af. Helemaal leeg geknokt, zoals altijd. Knappe goal gemaakt, maar net een centimeter of 30 buitenspel in die situatie. Dus dat ging niet door. Maar is een oproep van Peter Houtman om te stoppen met het gooien van dingen. Daar komt Feyenoord weer met Nelson. Nelson, voorzet en een corner.
met recht is er nu sprake van een slotoffensief. Aangejaagd door Jahan Baks en Dessers. Corner is al genomen. Malasia. Spectaculair. Dan valt hij voor de voeten van Dessers. Die maait daar overheen. Wat een kans is dit. Mislukt omhaal. Maar wat een kans dan daarna nog voor Dessers. Pavlidis, dan komt AZ nog een keer. En Karlsson krijgt ook nog de mogelijkheid. En dat scheelt ook heel weinig. En dit was hem dan voor AZ. Wat een slotfase toch weer. Ja, dan mag het voetbal verre van goed zijn. Spanning vergoed, zoals altijd. Heel veel. En hier komt Feyenoord weer met Dessers. Stil is onderweg. Kan Dessers het ook zelf? Wat kan hij? Weer Dessers! Weer minuut 92. Het is een krankzinnig verhaal aan het worden van deze invalspits van Feyenoord. Onwaarschijnlijke apotheose in de Kuip. Waar beide ploegen misschien wel gedacht zullen hebben dat de kans verkeken was. Dessers aan de ene kant, Karlsson aan de andere kant. En Dessers heeft het heel bekeken. Een wedstrijd met vele verhalen, maar vooral ook een wedstrijd die boeide van de allereerste tot aan de allerlaatste seconde. Feyenoord, AZ, eindigt in 1-0 en hij is de held.